Hoe ziet het leven na de zaak eruit? Een serie interviews met en over ondernemers die hun zaak hebben verkocht. Over alle ups en downs en dingen die ze volgende keer anders zouden doen. Ik zit hier met Janneke Niessen, die haar bedrijf Improve Digital verkocht in 2013. Janneke, van harte welkom. Wat deed Improve Digital? We hadden een technologie voor uitgevers en media-owners om hun advertentieverkoop te optimaliseren. Jullie software, dat is een soort biedsysteem, toch? Ja, real-time bidding. Ja? En je kon dus het hele proces automatiseren. De kopers van die advertentieruimte hadden ook technologie. En die spraken met elkaar. En de machines die gingen met elkaar bieden? Ja. Oh ja, een soort veiling die door computers wordt gedaan. Ja. Had je niet de opzet om er een techbedrijf van te maken toen je het startte? Nee, in eerste instantie deden wij consultancy. En toen hadden we eigenlijk al vrij snel zoiets van, nou, dit schaalt niet. Nee, dat is uurtje voor uurtje. Ja, en die technologie die er is, die vinden wij ook niet goed genoeg. Dus we gaan het zelf bouwen. Je moet nieuwe dingen blijven toevoegen, blijven ontwikkelen om relevant te blijven. Dus wij zochten nieuwe funding. Om te schalen. Ja, verder te schalen. Ja. En toen kwam er eigenlijk een partij langs die en wilde investeren en ons wilde overnemen. Toen was het ook de Griekenlandcrisis, dus geld was ook niet het allermakkelijkste voorhanden. Toen vonden we dat eigenlijk wel een goed idee. Er is toch een moment dat het op je bankrekening wordt gestort? Ja, en dan kijk je en dan denk je, oh, wow. Ja, heel veel nullen. Ja, dat is leuk. Ja. Maar ja, de volgende dag gaat het leven gewoon weer door. En niemand stapt uit zijn bed omdat er een leuk bedrag op zijn bankrekening staat. Dat is toch om andere dingen te doen. Ja, ja. Dus dat moment van, oh wauw, dat duurt echt heel kort. Het is niet dat je daar een nieuwsbericht over uitstuurt of zo. Van, wow, kijk, nee, ja. Mensen vinden dat heel tof, maar als je er zelf geen big thing van maakt, doet niemand dat. Ik ben gewoon nog steeds ik. En als mensen daar heel raar om gaan doen en alleen nog maar bezig zijn met geld, ja, daar heb ik echt helemaal niks mee. Ik heb sowieso heel veel on the side dingen. Ik zit in een aantal besturen en adviescommissies. Ik heb zelf een non-profit samen met Joël. En al die dingen die had ik gewoon nog steeds. Alleen wat heel lekker was, dat je gewoon een tijdje niet die operationele verantwoordelijkheid hebt over al die mensen. En de stress en de drukte. Ja, ik ging van echt de kindjes afgooien op school met gierende banden naar Amsterdam. Afgooien ook. Ja. Altijd maar door. En dan bracht ik ze naar school en ging ik gewoon koffie drinken op een terrasje. Nou, dat had ik echt al zo lang niet meer gedaan. En als ik dan 2 afspraken op een dag had, dan was het gewoon best veel al. En ik vond het heel leuk, maar alleen omdat ik ook wist dat het tijdelijk was. Ik heb wel 1 trip naar New York gemaakt. Met een vriendinnetje ook. En toen had ik echt een schandalig cool appartement gehuurd met een rooftop. En dat was echt wel heel erg voor mezelf. Ik had toen ook niet echt afspraken of zo. Gewoon enjoy. On-Nederlands met geld lopen smijten eigenlijk. Nou, nee, niet smijten. Ik ben niet gaan shoppen. Nee, maar zo'n rooftop. Maar ik ben heel vaak naar New York geweest. En dan had ik altijd alleen maar meetings. Ja. En nu ging ik gewoon allemaal leuke dingen doen bij leuke restaurantjes en gewoon rondlopen en gewoon in New York zijn zonder allemaal meetings. Toen we daar kwamen, toen hadden we zoiets van, nou, deze rooftop is zo cool, die verdient een feestje. En toen belde ik 2 vriendinnetjes. Ik zei, nou, jullie moeten echt komen. En er zijn natuurlijk heel weinig mensen die zo gek zijn dat ze dat echt doen, maar zij zijn gewoon op het vliegtuig gestapt en die kant op. Hebben ze tickets zelf betaald? Ja. Ja? Ja, die hadden echt zoiets van, wow, te gek, ja, tuurlijk. We komen eraan. Ja, baas gebeld. Ja, ik heb echt iets heel belangrijks. Ik moet naar New York voor een trip. En toen hebben jullie op het dak lopen feesten. Ja, dat is iets wat je gewoon onthoudt. Dat je daar met een paar vriendinnen staat en die over die stad kijkt. En ja, fysieke spullen. Ja, ja. Ja. Dat boeit jou niet zo. Nee. Maar zo'n ervaring? Ja, een deel zit in mijn huis. Een deel investeer ik in andere ondernemingen. Mm-hmm. En een deel wil ik vooral dat het niet minder wordt en wil ik ook gewoon geen zorgen over hebben. Dus stal het maar ergens. Ja. Maar geen verlies eruit. Ja, ik heb tot nu toe altijd wel internationale bedrijven gehad, maar nooit met Amerika erbij. En dat gaat nu wel gebeuren. Ik kan bijna raden wat het is. Maar je wil er niks over zeggen, hè? Nee, dan nodig ik je graag een volgende keer uit in deze spannende serie. Janneke Niessen, dank je wel voor dit gesprek. En dank je wel voor het kijken naar dit gesprek. En mocht je zitten te luisteren naar de podcast, bedankt voor het luisteren. Dag.
Dit was een interview met Janneke Niessen uit de serie Leven na de zaak. Aangeboden door de experts ondernemersvermogen van ABN AMRO Mees Pierson. Wilt u weten wat de experts ondernemersvermogen voor u kunnen betekenen? Ga dan naar abnamromeespierson.nl en maak een afspraak.